Problemen als eenzaamheid en armoede aanpakken door het gesprek aan te gaan met wijkbewoners. Dat is de missie van de Data Studio. In opdracht van de gemeente verzamelt de organisatie verhalen van buurtbewoners in Woensel. En die verhalen moeten uiteindelijk meer inzicht geven in de problemen in de wijk. Wat we merken is dat Eindhoven bijvoorbeeld wil graag een smart city zijn. En met een smart city gaan we heel veel meten. Allerlei gegevens gaan we verzamelen over hoe deze stad functioneert. Maar die data zijn maar voor heel weinig mensen te begrijpen en toegankelijk. En ze zeggen ook niet het hele verhaal. Vertellen niet het hele verhaal over hoe zo'n stad werkt. En bijvoorbeeld eenzaamheid is een thema dat kun je vaak moeilijk in cijfers vatten. En wat we hier nu doen met de Data Studio is we gaan nu allerlei verhalen ophalen in de Woenselse Heide en de Tempel om te zien wat hier nu echt leeft op straat. Om te zien of we dat kunnen koppelen aan de data die er zijn of misschien niet zijn. En dat je daardoor beleid op een andere manier zou moeten maken. De aanpak is nieuw in Nederland en start dus in de Woenselse Heide en de Tempel. In die wijken wordt buurtbewoners gevraagd om hun verhaal te vertellen. We zijn eigenlijk eens bezig met verhalen verzamelen van mensen van hoe ze het nou eigenlijk beleven, de wijk, en hoe het wonen hier is. De wijk, ja, dan heb ik toch de wijk de Tempel. Dat vind ik eigenlijk best saai. Veel oudere mensen, weinig kinderen. Ik denk dat mensen in Eindhoven, maar eigenlijk overal op de wereld, de kans moeten krijgen om hun verhaal te delen. En juist ook dat verhaal ook echt gehoord wordt, dat daar iets mee gedaan wordt. Waarom is het een leuk project? Omdat het heel erg om de mensen draait en hoe het wonen in de wijk is. En niet om regels die van bovenaf worden ingevoerd. Hoe vergaat het de bewoners? Waar lopen ze tegenaan? En hoe is het onderlinge contact in de buurt? De gesprekken moeten uiteindelijk nieuwe data opleveren, die iets toevoegt aan alle informatie die er al is. Om daarmee dus meer inzicht te krijgen in problemen als eenzaamheid en armoede, en ze dus beter te kunnen aanpakken. Nou ja, wat we weten is dat er vrij veel problemen achter de voordeur zijn. Met name ook als je dus door deze wijk heen fietst, dan denk je, nou, dat ziet er toch keurig uit. Wat is eigenlijk precies het probleem? En dat pas door die gesprekken te voeren, dat je echt beter weet wat zijn nou de problemen waar mensen tegenaan lopen. Ook als het gaat over eenzaamheid bijvoorbeeld. Daar proberen we meer grip op te krijgen. Ik denk wel dat mensen in ieder geval kwijt kunnen wat hun... niet zin, zeg maar, in de wijk en dat je daar dan iets mee kan. Na de zomer gaat Data Studio met ambtenaren om tafel. Dan moet blijken of met alle bewonersgesprekken in de hand ook betere plannen kunnen worden gemaakt.